Hallo sappelingetjes van Jesus Pergamentus. Het is gelukt! Woe! Ja, eten we kunnen eten, ja. Nou, welkom. Deze is er ook, maar ze zegt niks. Wie is deze? Is MacChick, van wie is die? Die is van mij. Die is van jou. Je hebt hem aangehaald, dus ik hoor niet. Oké. Big Mac, die is van jou. Van die backup achter hem. En de quarter pound is ook voor. En hier hebben we nog wat... Kabetjes. Die heb je straks best. No one. Oh. Hier heb je, ik heb het. Dat is lang geleden. Volgens mij is het, ik kan me nog herinneren, 1984. Dit is echt lang geleden. De laatste keer was ik single ofzo. Dat ik hier zat. Daar ben je toch nog steeds. Niet meer. Ik zag hem brandend ook. Nee, maar dat is echt lang geleden, ja. Met een reden, ik heb hier nog altijd ruzie. Wie daar zwanger was. Maar uiteindelijk wint de alfa en Mino was alfa. En het was lekker. Nee. Dat is lekker. Dus Milan, waarom 20 kinderen? Waren er 6 niet genoeg om je dikke kop te vellen? Nee. Dat is niet. Waarom zeg je dit? Ik ben zo alsof ik aan die bed. Ik ben Harry Potter niet. Kijk, je ziet daar zo'n... Ja, daar zie je zo'n zwart ding. Oh. Je mag wel wat zeggen, daar kunnen ze niet mee zeggen. Ja, dat is een wingardium lady. Ze echt als Harry Potter. Oh. Je bent Patrick. Nee? Ik vond het best grappig. De laatste keer zal ik hier nog met mijn mes om wat te zwaaien ofzo. Hoeveel is de dagmerkjes het alweer voor je, Mina? De eerste. Voor jullie is het echt volgens mij 2 weken aan 1 stuk door. Voor ons is het gewoon een normale zaak. Ja, dat is serieus, dat is echt niet normaal. Maar Justin, hoe sexy vind je jezelf eigenlijk? Ik stop mezelf op een broodje en ik eet het op. Wat? Heb jij nog een heel sappig verhaal dat je met ons moet delen? Of een jeugdherinnering die je graag aan deze wil delen? Een jeugdherinnering? Oh. Nee. Een herinnering van ons. We zijn trouwens heel dichtbij in herinneringen, als je snapt wat ik bedoel. Vertel. Actemium? Dat heb ik wel eens vaker verteld, maar... Ik denk dat jij moet vertellen, want ik heb een grote hamburger en je hebt losse kinderen. Nou. In ons derde leerjaar. Wel school. Opletten, hè? Dit is voor jou, hè? En je moet ook reageren. What the fuck was je aan het doen? Dat was helemaal zo'n klooster die uit het schelpje kwam. En dan was hij kiekeboe. En dan weer terug. Oké, maar vertel. Nou, dan ga je niet meer vertellen. What the fuck? Oké, vertel. In ons derde leerjaar moesten wij naar zo'n heel raar project, week of zo. Doen hier bij zo'n bedrijf op het industrieterrein waar we nu ook zijn. Bij Actemium heet dat. En dan moest je allemaal iets met lopende banden of zo. Moest je of reclame doen. Dus moest je het aanprijzen. Of je moest. Wat moest je nog meer doen? Je had in ieder geval nog meer dingen. Maar wij zaten allebei bij reclame volgens mij. Toch? Of niet? Ja, toen moest jij een presentatie maken en toen had je een vuurpijl in de presentatie gedaan. En toen ging Justin, ik vertel toch wat tegen deze, als je toch niet gaat reageren. Daisy, hij had allemaal de bankjes, had die schroefjes losgedraaid en toen viel de ding uit de kant. Toen kreeg je straat. Nee, ze hadden het niet gezien. Nee, dat weet ik. Want daar lag ook zo'n spons op de grond en die gooiden we over de hek en toen moesten we die gaan halen. En dan ja. Mensen opzetten. Weet je wie zijn compagnon was? Sjoerd. Welke? Die naar China is, de Chinees. Ja. Welke Sjoerd anders? Weet ik wel. Die ene was mij al tussen een paar jaar terug. Welke? Die ene Sjoerd, die is als vierde had gezoend op die ene avond. Maar dat was nog vroeg op de avond. Zwaar aan het indrinken. Het was weer Ik moest net doen alsof ik kom met jullie doen alsof ik Dat was maar een grapje.
Je moet juist wel doen alsof je bent, want dat maakt het juist interessant. Titty flash. We hebben een vogelverschrikker in de auto. En tot daar, met Kees van. Ja? Pas me eens cola, alsjeblieft. Ja, wel, geen cola. Nee. Nee, hier, alsjeblieft. Want Justin moet alles maar met delen. Je moet hem mee. Maar ja, dat was een leuke herinnering. Ja. Justin ging toen die presentatie maken en toen ging hij allemaal rare effecten erin. Maar wij hadden wel de beste presentatie. De rest snapte het niet. Ja, oké. Okay. Dat was echt grappig. En dat was echt weer zo typisch Fioretti. Je kreeg... Ik moet er even voor gaan zitten. Je werd dan... Ja, je had verschillende bedrijven. En wij moesten met z'n allen naar Actemium. En in Actemium werden ook nog verschillende groepjes gemaakt. Voor die opdracht die je daar kreeg. En wij moesten dan hun verkopen loopbanden en maken die. En hun verkopen die bijvoorbeeld aan Schiphol en zo. Nou, en wij moesten dan dat ding op de markt zetten door middel van reclame. En iemand anders kreeg een andere opdracht. Maar in ieder geval, het begon en je moest dus over die jouw takje van die loopband moest je dan een presentatie maken en moest je dat aan ons komen vertellen. Dus al die mensen, al die losers, zoals Rob en weet ik veel, gewoon al die losers, kwamen zo van, ja, wat hebben we deze week geleerd? Ja, we zijn naar Actemium en dit is mijn groepje. En we hebben dit en dit en dit gedaan. En die man die keek ons echt zo aan van, what the fuck zijn dit voor Downies? Je keek gewoon een opdracht van, zeg hoe die loopband werkt en dat is genoeg. En iemand anders, dus wij waren. En hun hadden allemaal een presentatie van een half uur, omdat ze allemaal gingen vertellen wat ze die week hadden gedaan. En er waren vijf groepjes en wij kwamen en wij zeiden van, nou, dit product. We hebben vrachtwagenreclame, hadden ze een plaatje van zo'n vrachtwagen met dat. En ja, we denken dit en dit en dit. Ja, dat was hij. En toen op het einde vuurwerk. En die man, ik zat gewoon te klappen zo. Ja. En wij dachten eerst van, hebben wij dat verkeerd gedaan? Of nee. Hebben hun het nou goed gedaan? Hij zei het nog, hè, dat wij de enige groep waren die het goed hadden gedaan. Ja. De rest ging gewoon, had niks van die opdracht, maar ging gewoon vertellen wat ze die week hadden gedaan. En die man die stond er echt zo van, ga alsjeblieft naar huis, jongens. Nou, hij zei ook zoiets. Hè? Hij zei van, ik weet niet of ik dit volgend jaar nog een keer wil doen. Ja. Terwijl wij gewoon goed hadden gedaan. En op het einde nog van die vuurwerk, animatieplaats. Je had dat dus van die stoelen. Die je zo naar voren kon schieten. Dus dat had ook iedereen te doen. Ja, stop daar eens mee. Toch? En van die broodstoelen. En dan zat achter zo'n hendel. En als je die indrukt, dan schiet die stoel in neutrale modus. Dan schiet die helemaal naar voren. Dus iedereen zat zo achter elkaar zo. Ja. En die man die zat eruit te leggen en je hoorde echt gewoon elke 10 seconden. Ze hadden wel lekkere koekjes. En je mocht daar gratis koekjes en zo pakken, dus iedereen pakte koekjes. Ja, dit zo. Nee, jouw moeder zat daar. Gaat. Hij back op mijn moeder. Ik heb dit zo even door. Wil je mijn burger teruggeven die ik heb betaald? En jij de kip niet? En die kunnen lopen. Ik denk dat we sowieso moeten lopen, omdat de auto niet meer aangaat. Wat ga je doen? Ik moet zo lopen. Nee. Ja, pas na het eten. Ja, ik ben leeg. Nou. Sorry. Vertel eens over de eerste Harry Potter marathon. De eerste was je ineens bij. De eerste waar ik bij was. Dat was de minst leuk. Oh nee. De leukste was waar je niet bij was. En toen, nee, oké. Het werd pas leuk toen jij erbij kwam. De eerste waar jij bij was, was het leukst, omdat je toen nog niet alles ging vragen. Pas toen je aandacht wou trekken, bij de tweede marathon. Nee, toen zat je veel op mijn mobiel. Hoeveel marathons heb je erbij gestaan? Drie. Ik wou wel zeggen. Ik heb wel drie hele marathons bij gestaan. De eerste was wel cool. De eerste zat daar de hele tijd. Toen was oestrogeen er ook nog niet bij. Nee, maar dat was bij de tweede ook niet. Ik snap hem. Oh, bij de derde. Maar ik zal het vertellen. Oh, oké. Okay. Maar marathon 2, dus de eerste waar jij bij was. Toen zat je de hele tijd op je telefoon. Mm-hmm. Ik weet ook nog met wie ik toen aan het appen was. Dat weet ik ook. We gaan dat niet zeggen. Nee. In ieder geval niet met jou. Oké, misschien één appje van Hoi, hoe gaat het? Oké. Okay. Maar echt alleen maar op zijn telefoon. En mijn vader zat alleen maar op zijn op tablet. Op de tablet. Ja. En ik was de enige die de marathon kreeg. Toen. Met al je vrienden. Maar wel helemaal vertellen. Ja? Ja. Toen kwam de tweede marathon waar jij bij was. En toen
ging je zo fucking veel irritante vragen stellen. Nee, de tweede was dat ik deed dat op mijn mobiel zat. Nee. Dat was de eerste waar je bij was. Dat je de hele tijd op je mobiel zat. Ja, bij de tweede was je de hele tijd alleen stomme vragen aan het stellen. Oh, een momentje. Even allemaal lachen, want dan heb je. Ha! Oké, ja. Nu stop ik. Nee, ik hoorde de fout. Ik ga meteen naar achter. Dus, wat ik wou zeggen. Ja, het was even tijd om aandacht, was je de hele tijd stomme vragen aan het stellen. Nee. Jawel. Oké, okay, waarom spijt je dan? Oké, okay, ja. Hij heeft je aandacht. Aandacht! Ja, laat het dus uitgaan. Ja! Oké, okay, rustig. En bij de derde, dus afgelopen, toen was je helemaal aan het slapen. Oh nee. Wat? Ik heb niet eens geslapen. Het was pauze. Ja? Toen lag je te slapen. En oestrogeen, die kwam naar mij toe en zei van, slaap je? En ik zo, ik was wel heel moe. Nee, je was aan het slapen. En ik had mijn pets op mijn hoofd. Want jij schrok wakker. Zij deed echt zo, hè? Nee, normaal doe je toch zo, slaap je? Maar zij deed zo, slaap je! Dus ik zo, ja! Ik zat gewoon zo op deze. Hij lag dus te slapen, wat heel jammer was. En zij echt zo, en Oester lag ook te slapen. En mijn vader die was alleen maar op zijn tablet. Dus ik was weer de enige die keek. Nee, want daarna was ik ook. Nee, Justin heeft alles gezien omdat hij sliep in de pauze. Ja, zeg maar, had hij echt een keer, joh. We hadden vier monsters op. Nee, dat was de tweede waar je bij was. Had ik vier monsters op één dag, hè. Je bent fucking moe, maar je hart gaat en je zit daar eens op. Het staat die dag al om 5 uur op, zeg maar. En dit jaar komt gewoon nummer 5. Wat ben je daar nu? Ja, het lukt, hè. Wees die? Ja. Wil je ook naar de Harry Potter marathon? Ja. Ik ben niet uitgemaakt. Jawel, je mag wel komen. Als je Justin dan maar thuis laat. Zal ik jou nog even lekker griebelen? Ja, dat is goed. Wel zijn? Griebelen? Nee, maar van mij mag je best komen als Justin er ook mee eens is. Als mijn vader het mee eens is, want ja, we moeten wel eens zijn huis. Ik wil wel zeggen, die vader moet er echt mee eens zijn. Ik ben Hamelin. Oké, je mag niet meer komen. Nee. Wij haten Hermeline. Of gaan we niet Nee, dat is de dag erna. En dan kijken we naar Harry Potter in het Duits. Oh, dat is je nog niet. Oh. Scheiße. Elk jaar is het een andere taal. Vorig jaar keken we in het Tsjechisch. Dat meen jij. Ja, dat was fucking grappig. En dit jaar in het Vlaams. Mag? Vlaams. Oh, dat is fucking gay. Dat is echt heel erg. Ben jij de helft of zo? Zit vol. Nee. Oké, grapje. Tikkel. Ik wil wel een kip naar. Ja, mag wel. Maar die zijn op. Wow, stel kill je. Ik wil wel een kip naar, maar ik wil geen hapje van een mesje. Ja, nee, dat is gewoon. Nee, te laat. Poe. Happel. Kom in het licht. Monster. Kom dan, ik lok je uit je holletje. Ik wil niet dat iedereen ziet hoe lelijk ik. Dan zien ze dat. Dat horen ze. Zelfs die zwart, door die zwarte vlek. Waarom zit er een cumvlek op de stoel? Dat ga ik niet zeggen. Sorry. Nou, hij is toch al een jaar oud. Door mijn vriend. Heb je vriend? Ja, die heeft daar ook een keer gezeten. Toen wij hier waren. En daar zit jij nu ook. Schaam je. Daisy, heb je het warm? Ja. Gooi even weg. Ja. Wacht dan, ben je dit bij? Kan pas Milan ook in die zak, anders moet je even. Wacht. Weet je nog de vorige keer dat we hier waren? Toen ging ik het op de bergen en toen deed de deur dicht. Oh, Dutch! Weet je nog? Vorige aflevering? Vorige vlog? Oh, hier, de dolfijntjes. Ik denk al, what the fuck is dit? Kijk, dit is een dolfijn. Dat is Jonathan. Waarom krijgen we geen 300.000 viewers in Moderij? Omdat jij erin zit? Kut. Er ligt slaap je been. Mijn been ligt te slapen. Hoezo? Mak. Hè? Ik denk dat je moet lopen. Nee, ik ben er ook bang voor. Nee. Ja, maar ik hoef niet meer. Eet gewoon op, jongen. Nee, goal. Ik gooi hem al weg. Nee. Ja, ik hoef hem niet. Je loopt toch een hap? Net! Dat heb ik toch al gepakt? Ja, wat wilde je dan? Dikzak. Wil je een cola? Ja, cola. Nee. Dit gaat nooit werken. Het is alles of niets. Nee, dat is echt niet goed. Oké, ik zeg cola.
Wat van? Oh, hij is op. Ja. Alsjeblieft. Dankjewel. Graag gedaan. Ik heb er wel niks. Oeh, daar komen die gigolo's. Zo mijn cola helemaal af, Kees. Justin heeft een mes in zijn auto, wist je dat al deze? Rebecca, Kees, man. Wat? Dat niet in jouw video. Nee, dat zou ik ook zeggen. Maar weet je al dat hij een mes in zijn auto heeft? Laat je mes zien. Weet je waarvoor? Pokémon Go. Huh? Hij was bang dat iemand zijn Snorlax stond. Dat is echt bullshit wat je nou allemaal zegt. Dat mens ligt er echt al langer. Dat ligt al een half jaar, denk ik. De GeForce tijdperk. Sinds dat ik met Milan aan ga ligt die dag. Voor het perfecte moment. Dat wil ik nu bewijzen. Wat zeg je middelvinger? Met de politie. Ik steek mijn middelvinger. Weet je nog die keer toen we hier een lijntje gingen snuiven? Ja. Dat was fucking heftig. Maar dat gaan we jou niet vertellen. Ben je nog onder de brug? Ik wil het niet eens weten. Oh, toen gingen we met die Tiffany gingen we een lijntje snuiven. Ja, dat echt dikke jetsers, jongen. Ik heb nog, ja. Tiffany bestaat niet eens, wat lul ik hoor. Zoek maar op zijn Facebook, want die bitch bestaat niet. Angelique, als je dit kijkt, hij gaat vreemd. Wat? Wat? Je weet, het is wel een moeder. Ik zei dat het tussenuit knipt als ik jou was. Dus dat heb ik ook benieuwd. Mis ik wat? Maar je noemde een random naam die huldig in de buurt kwam bij iemand die we haten. Dus jij echt gewoon echt een naam? Oké, dan ga ik zo meteen eventjes... Oké. Ja, die naam kan je gewoon niet gebruiken, Milan. De sfeer is vol. Ik denk dat we hier de aflevering gaan beëindigen, want ik wil heel graag weten wie deze enge persoon is. Jullie bedankt voor het kijken van deze aflevering. Ik wil niemand weten wie die enge persoon is, want die naam die wordt er dus uitgeknipt. Of je moet piep doen. Ja, maar Justin weet wel voor wie ik het wel heb. Ik denk dat het niet goed gaat. Heb jij nog wat te zeggen? Piep. Oké, dit is niet te doen. Oké, doei.